Yo gasten, de King 77 al hier gewoon vanuit Nederland, want de gameplay die je nu ziet was vanuit Amerika opgenomen. Los Angeles E3, waar ik was samen met Activision, nou tenminste Activision heeft me meegenomen. Ik was er samen met W&W, Bassjackers, dat zijn DJ's natuurlijk, DJ duo's. En ik was er met Jiraski en zo, en met Chromatech onder andere, want deze gameplay die je ziet is op de PC, op de Nvidia stand, opgenomen. Op de E3 dus zelf, met Chromatech. Chromatech zit naast me, dit was mijn gameplay. We gingen gewoon een stukje spelen van de proloog, de singleplayer van Destiny 2. Die straks natuurlijk uit gekomen, ik geloof uit mijn hoofd, ergens in september. Ik heb het van ergens staan, 6 september zelfs, ja. En op de PC, dus de PC-versie die we hier speelden, komt hij wat later uit. Als je vindt, Paul, wat beweeg je raar, dat komt. Ik ben natuurlijk helemaal niet gewend met muis en keyboard te spelen. Dat zal ik in de vlog terugzien. De vlog trouwens, die ook online gekomen vanaf nu. Ik denk morgen en overmorgen zijn er 2 vanuit Amerika. En dan zie je ook dat ik het ook aankondig. Ik ben natuurlijk gewoon gewend de console te spelen. PS4 meestal, Destiny is PS4 van mij altijd. En dan moest ik zo wennen, joh, aan al die knoppen toen het begin. Maar het ging nog wel redelijk, want ik denk dat Gerald Chromatech in dit geval was, denk ik, 5 minuutjes, 3 minuutjes eerder klaar. En ik klaar was met die hele proloog van ongeveer 20 tot 30 minuten dat we bezig waren. Maar je ziet de graphics op de PC zijn echt formidabel. De game komt ergens in september uit. 6 september, dacht ik op mijn hoofd. Ja, 6 september. En in oktober pas de PC-versie die je ziet. Die komt later uit dan de console-versies. Ik schat in juli, tenminste staat in de zomer, Q2, dus tweede kwartaal van 2017, zal de beta uitkomen. Ik schat daarin ergens dat het zal zijn in juli, ergens midden juli. En dan gaan we de beta spelen. Daarna aan Gamescom ga ik hem ook spelen nog een keer, denk ik. En daarna gaat hij gewoon dus uitkomen. En ik heb er heel veel zin in, want Destiny is wel een game, als je ook terug zoekt, als je nou gewoon zoekt, de King 77L, Destiny. Dan zie je dat ik wel, vooral van de PvP, dus gewoon van het online multiplayer, gewoon niet co-op, maar gewoon tegen elkaar spelen, heb ik best wel wat van geüpload. Geüpload. En ik moet zeggen, ik vind Destiny wel echt, vooral met de groepjes wel heel leuk, af en toe en door die grotten heen en zo. Al ben ik meer van het competitive gedeelte ervan, maar ik vind het vooral vet, gewoon het customize van je mannetje. Ik was helemaal gek van de Hunter vooral, hoe dat eruit ziet, is zo vet. En je ziet wel, het is dan een PC-versie, maar je ziet wel wat ze nu echt eraan gedaan hebben qua graphics. Het is echt een groot verschil. Deel 1 was niet dat je zegt, wauw, dat is echt een mooie game. En dit is gewoon een game die ik speel, die is gewoon mooi. Als zou het gewoon alleen maar een singleplayer game zijn, dan zou het gewoon kunnen. Hè? Dus dat normaal, als je games ziet, bijvoorbeeld zeg, wat Uncharted en zo, dan zie je echt, wauw, dan zie ik ook te genieten van de omgeving. Dat zal nu bij deze ook snel zijn. Je ziet ook hoe mooi de windeffect, het watereffect op je scherm en zo. Het is gewoon heel erg vet. En ik ben natuurlijk een PC-noob. Ik ben niet zo goed op de PC, want ja, zo'n keyboard en zo, dat is niet mijn ding. Dus het is voor mij echt heel erg wennen. Vooral uit rennen en dan snel weer schakelen. Wander en Chromatech, Gerald dus staat ernaast. En die zijn het gewend. En die moesten daarvoor, op de PlayStation speelden we daarvoor Call of Duty, World War 2. En die hadden daar weer moeite mee. Dus het is net even waar je aan gewend bent. Dat zeggen ze zelf ook. En ik ga hem natuurlijk gewoon de PlayStation 4 spelen. Ik ga hem zeker weten ook wel weer veel spelen. Ik heb vooral de eerste 2 maanden heb ik hem echt veel gespeeld. Het nadeel is natuurlijk, in september komt hij en dan komt in november. 2 maanden daarna, dat is een voordeel eigenlijk. Overbruggingstijd, dan komt daarna natuurlijk gewoon in november komt Call of Duty uit. Dus dat is gewoon voor mij een perfecte overbrugging. Die 2 maanden lekker het shootertje spelen, lekker relaxed. Daarna komt COD, waarbij je natuurlijk gaat racen, waarbij je helemaal gek wordt. En vooral, ik heb ook zo veel in Call of Duty, maar ook in deze game. Gewoon, je hebt nu een toekomstgame, dus dit een beetje. En Call of Duty, dat gelukkig weer helemaal terug naar de roots gaat. Perfecte combinatie. Thanks. Likes.